Pride, BLM, mag wel. Maar voor de grondwet demonstreren zegt ze dat je ruil. Ik heb een vraag, want dit is ook een aangetoonde nood. Kunnen jullie het hard maken? Want wat is de nood en waar moeten we dan voor iets uitkijken? Het is al gepubliceerd. Ja, de burgemeester die heeft het... Alleen ik zie, ik heb nog niks van waargenomen, zeg maar. Ik heb nog geen hooligans gezien, maar het zal, ja. Er is een nood. Sorry. Maar jullie hebben wel een eed afgelegd aan de grondwet, dus ja, ik vind het wel klopt. Bizar. En die grondwet die bleef niet in stand, alleen vandaag is een demo verboden, klaar. En daar zijn veiligheidsredenen voor, klaar. En dan is het gewoon verbod. Maar jullie kunnen het niet hard maken. Ja. Er is geen bewijs dat er een rel is of een nood. Ik verzoek jullie nogmaals. Nee, ik zie het niet. Dus, ik ga niet meer in discussie. Nee, ja, dat is... Omdat hij het zegt. Ja, maar daarop... Ja, dat ga ik niet doen. Groot gelijk. Dat is toch belachelijk. Ja, dit kan echt niet hoor. Ik vroeg al, kan je die nood hard maken? Nee, want die is er niet. Ja. Maar dan is er ook geen noodverordening. Luister, de burgemeester stoelt straks daar. Ja. Gaan we rechtdoor? Gaan we daar beneden langs? Als dat mag van... Lijkt wel een wappie festival, nu 30.000 man. Maar we hebben ervoor moeten vechten, want het kwam niet vanzelf. De slag om Malieveld en Museumplein, het was een ware hel. Geprikt of ongeprikt, een aantal dingen zijn we over eens. Niemand wil een medisch dossier als entree voor het discotheek. Pride, BLM, mag wel, maar voor de grondwet demonstreren zegt ze dat je ruilt. Ja, die hooligans zijn dus nooit gekomen, want die bestaan niet.